Ruim 30 jaar na zijn dood is Elvis Presley populairder dan ooit. Wie heeft de sound en de moves van Elvis? Wie heeft zijn charme en is net zo talentvol als de legendarische King? En wie wordt de Elvis-kenner van Nederland? It's now or never in Waar is Elvis? Maar eerst onze zingende Elvissen. Hier komen ze, Remy! Remy, wie ben jij? Remy de Voogd, ja. 29 jaar. En waarschijnlijk kan je het horen, ik kom uit Rotterdam. Oh. Yeah. Het is toch ongelooflijk. Sorry, jong. Een Rotterdammer in hart en nieren. Ja. Hey, en waar komt jouw fascinatie voor de King vandaan? Ja, de man had een geweldige stem natuurlijk. Hoog zingen, laag zingen. Ja. En buitengewoon charisma natuurlijk. Dus dat had niks met de Burger King te maken? Nee. Gelukkig. En natuurlijk, het laatste nummer. Wie kan het ook anders zijn als Remy alleen op de wereld? Want hij is nog over. Oh, always on my mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my